kanaal is, maak zij plaats voor een smaakpijl. Hé, hey, daar staat hij hoor. Hey. Hop. Wat was de deal? Nee. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, liefdatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sarah. Ik ben René. Wat een drukke dag weer vandaag. Ja. Het is donderdag. Ik heb een loopje gedaan met... oh, nou doe ik het weer, hè. Nou dat jij iets gezegd hebt, valt het me altijd op dat ik dat doe. Ik heb een loopje gedaan met mevrouw Touw vandaag. Was weer gezellig. Jessie heeft lekker, lekker licht slapen in de zak. En vandaag is de dag dat ik mijn vet ga meten. Ja, gaat wegen en zo. Ik ben een beetje zenuwachtig, want ja, ik heb, ben nu al een maand bezig. Dus ik ben, ja, ik ben benieuwd. Ik heb me goed aan het eten gehouden en nou ja, elke week dus sowieso gesport en tussendoor ook nog een beetje gelopen en af en toe wat gedaan. Dus ja, moment van de waarheid. Ja, heel veel gedaan. Goed gedaan. Ja, we gaan het meemaken, want ik heb ze vorige keer niet meegenomen met de vetmeting. Toen was ik mijn camera vergeten. Dus nu ga ik ze wel meenemen. Ja. Nou, helemaal top. Als jij weggaat, ga ik even fietsen fixen, want jouw ketting ligt eraf en mijn voorband zit los. Ja. Ik heb een klein dilemma, want ik wilde Jessie een Italiaanse pastina gaan geven. Dat is gewoon gekookte pasta met water. Op latere leeftijd komt daar een beetje bouillon bij, maar dat is met smeerkaas. En wij kregen het vroeger altijd wel, maar hij mag schijnbaar nog geen koemelk. Dus ik weet even niet goed of ik het nu wel of niet er doorheen ga doen. Ik ga het nog heel eventjes nakijken. Nog iets anders toe te voegen? Nee, ik ga eten en opschieten. Ja, inderdaad. Want jij, anders kun je niet met een volle maag kun je natuurlijk niet sporten. Wat doen jullie eigenlijk allemaal wel of niet tegen de regeltjes in van wat er tegenwoordig wordt aangegeven? Wel koemelk, geen koemelk? Ik ben benieuwd. Ik weet nu dus niet wat ik ga doen. Ik ga even een stukje lezen. Dat maar niet doen, hè? Nou, dit is wel een succes, hè? Ik vind het lekker, ja. Ik wil het zelf doen. Nee, je hebt het zelf. Oh. Ja. Nou, ik heb een beetje gegoogeld en ik had mijn moeder gevraagd. Zei van, ja, jullie kregen het ook toen jullie jong waren. Dus ik heb er toch voor... Ja, doe je helpen? Niet zelf. Toch voor gekozen om er een Lavaski rietje doorheen te doen. En dan vind ik het lekker. Hij smelt ervan. Maar ja, van wat niet zou je bijna zeggen. Ja. Ja, dit is wel de eerste keer dat hij echt koemelk krijgt. Dus dat zullen we ook wel weer in de ontlasting gaan zien. Maar ja, dat is allemaal... Ja, het eten gaat echt super goed. Daar ben ik zo blij mee. Ja. Dat hij gewoon... Ja. Ja. In ieder geval nu nog wel. Ik weet niet of dat nog kan veranderen, maar... Ja, dat las ik net ook. Dat hij bij 10 en 12 maanden en zo, dat het wel weer... dat het wel weer kan veranderen. En dat zijn smaakpalet natuurlijk gewoon een beetje... Niet te ver. Smaakpalet blijft ontwikkelen natuurlijk. Kom, zal ik een nieuw hapje pakken? Nieuw hapje? Ja. Nou, even tussendoor. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Even snel, itemlost.com hebben we ook gehad van 1000cadeaus.nl. En dat is super handig voor mensen die altijd de sleutels kwijt zijn. Nou ja, ik ben ze in huis kwijt, dus het is niet dat je ze kunt bellen. Maar je kan hem bijvoorbeeld ja, in een sleutelbos doen of eentje in je telefoonhoesje. En wel, als je je telefoon kwijtraakt, iemand hebben die het natuurlijk terug wil geven. Maar ja, het is gewoon een tag en die doe je aan je telefoon. En dan kun je ze koppelen en dan als iemand ze vindt, gaat hij naar die website en toetst jouw code in. Of de QR-code. En dan krijg je zo je spullen terug. Nou, super handig. Daar heb je hem ook. Oké, nou daar zijn we. En meneer de fitnessinstructeur die heeft aangegeven dat ik voorheen 31% vet had. En dat moet nu minimaal 29 zijn. Dus, ik ben bang. Uh-oh, een strafhok. Het hele Nee. Oh. Hou op hoor. Dit is gewoon spier hoor. True muscle mass. Hier een beetje zenuwachtig van. Ik zou ook zenuwachtig worden. De preek die ik erna ga krijgen. Wat was de deal? Nee. 29,4. Het moest 29 zijn. Dus, heb je me wat op de wieg? Nee, echt niet. Weet je zeker? I swear. Ja? Ja, ik heb gewoon gezond gegeten, zelfs met cheat dagen heb ik niet als een gek gesnoept. Ik heb wel zo'n cheat day, heb ik een pizza genomen en dat was het. Eentje maar. Ja, nou. Oh, die kan ik makkelijk op. Toen dacht ik nu naar die ene zo. Ik zat ineens vol. Oké. Okay. De vorige keer dacht ik kan er nog wel mee lopen, zeg maar. Oké. Okay. Nou ja, je zit in de buurt. Wat gaan we doen? We gaan je meer in beweging zetten. In ieder geval, ik ben blij dat we in ieder geval het vetpercentage zien richting onder die 30% hebben. We gaan gewoon doorpakken. En ja, we gaan gewoon meer oefeningen gaan we doen. We gaan meer gaspedaal houden. Dieper ingedrukt worden, en meer zweten. Gaat je aan je eten houden, niet te weinig. Zal ik niet stiekem te weinig eten? Ja, dat is misschien dat ik misschien iets te weinig eet. 27,4, volgende keer. 27,4 is de volgende eis. Haal hem niet, dat zouden we er tegenover zetten. Jij 27,4 haalt, maak ik 25 burpees. Als je 27,4 als jij er boven blijft, dan pak je er sowieso 25 om te beginnen. En aan het eind van de training krijg je nog een snack erbij. Is dat geen expliciete motivatie? Is weet ik het ook niet. Dus, dit is een zeker tik op de vingers. Personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. I'm not gonna bite. I got my hands on your body, so tell me what you want me to do. Nou, dat was het weer voor vandaag. Een beetje teleurgesteld eigenlijk, om eerlijk te zijn. Maar goed, het is natuurlijk nu ook eind van de dag, dus ik heb ook veel gegeten en zo. En, maar goed, hij was op zich, hij was semi tevreden. Hij had het ook gewoon hoog ingezet. Dus, maar het mag beter voor mij. Dus eigenlijk moet ik, is de conclusie dat ik eigenlijk meer moet eten, meer momentjes. Dus als ik laat avond eet, dat ik dan eerder toch een kwarkje pak of zo en niet het uitstel tot we een keer gaan eten rond 8 uur. En dan ik vervolgens aan het einde ook geen kwarkje meer neem, want dan denk ik ja, dan is mijn tijd om, weet je wel. Dus, maar goed, we blijven doen wat we doen, want uiteindelijk vind ik wel dat je het toch een beetje ziet. Dus, en dat is uiteindelijk het belangrijkste, dan de cijfertjes. Klinkt smakelijk. Zeker, want je... hij is een beetje ziek. Jess zelf was een beetje ziek, maar... Sergio is op de feest. SBS 6, klinkt smakelijk. Omdat het de weekfinale is, maakt zij plaats voor een smaakwerk. Hé, daar staat hij hoor. Hé, hop. Die een eigen Italiaanse delicatessenzaak had en voorheen pizza bakker was. Ik vind de morgen verder echt heel lekker. Esther, zij geeft kookworkshops aan kinderen en volwassenen. Hoe zit die jongen? Hij is en Sarah, moeder van een groot gezin en juf van Groep Zeven, waar ze vaak mee koken. Met die olijven zijn inderdaad lekker. Ja, goede koel. Dit panel en onze vaste jury. Ja, leuk hè? En de vader en jullie zullen beslissen wie er weer aan wordt. Hé, kijk je. Papa is beroemd! Ze is in zichzelf een beetje gaan. Ja, ik vond het wel heel lekker ontspannen bezig. Even overleggen? Ja. Even overleggen. Even overleggen. Ja. Ik kijk meteen naar jullie eigenlijk. Waarvan liep het water in de mond? Voor ons zou bij het gerecht van Niels, de pan zou Niels helemaal leeg zijn als jij met jouw gerecht aan zou komen. Alright, perfect. Dus die gaan we proeven. Lekker. Knoflook en Spaans. En met die olijven zijn inderdaad lekker. Wel hè? Ja, ja. Goeie kom. Deze is wel echt lekker. Ik vind de morgenverder echt heel lekker. Ja. Oké. Dank je, Esther. We koken er even af. Ja. Goed als we deze proeven. Ja, is lekker pittig. Ja. Ze allebei liefde. Ja, zeker. Ja, ik vond de vulling zo lekker dat ik het wel weer. Ja. Ja, maar voor zo'n klein hapje vond ik het echt. Dus de verhouding wel goed, hè? Ja, zeker. Heerlijk voor ons gekookt. We hebben genoten. Dank jullie wel daarvoor. Ik vond het lastig kiezen. Maar mijn keuze gaat naar Niels. Ja, denk ik. Ik kies voor. Dus Niels. Voor jou. Dank jullie wel. Lieve Niels, heel bedankt dat jullie hier wilden zijn. En jullie kennis wilden delen, tips wilden geven. En uiteindelijk de doorslag ook hebben gegeven wie de winnaar is. Dank je wel. Zo, Saartje is alweer lekker aan het koken. Ja. Hoe vond je de uitzending? Dat was leuk, hè? Dat was goed geknipt. En heel veel kopweenschap en zo. Dus ja, dat was hartstikke leuk. Ja. Ik vond het leuk. Goed gedaan. Oké. Op naar de volgende klasjes. Ja, maar hij is natuurlijk dik te scoren. En ja, terwijl ik hier voor een lekkere biefstuk sta te koken. Andere klusjes inderdaad. We gaan er niet vertellen wat, want mag niet. Maar 1 september komt er een heel leuk reclame op tv. En nou ja. Ik dacht misschien een leuke kans om er iets van een winactie van te maken ofzo. Dus zie jij hem als eerste, laat een leuke reactie achter. En ja, wat je dan gaat winnen weet ik nog niet, maar ik verzin wel iets leuks. Ja, dus voor nu zeggen we eventjes, voor dit tot de vlog, doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op belletje te klikken natuurlijk. En dan zien we jou bij de volgende vlog. Doei!